Een zoon is geboren, Willem van Nassau. Oh, die is geschikt. Dat zoontje van hem, dat is ook een flinke knaap. De jonge graaf is, nu zijn neef René van Chalon gesneuveld is, enig erfgenaam. Maar er zijn toch wel grote bezwaren. Om die jongen zo'n uitgebreid bezit te doen erven. En dan de naam, Prins van Oranje. Mon Dieu, keizer Karel wil de Lutherse Duitse tak en de Goed-Roomse gescheiden houden. Zo'n jongen van 11 jaar. En hij is Luthers. Dat zou hij niet blijven. Deze wenst dat de jonge prins aan zijn hof in de Roomse godsdienst wordt opgevoed. Ach, dat wist ik niet. En willen zijn ouders hierin toestemmen? We zullen zien als we gevraagd hebben. Zijn we er nu haast? Daar is het. De majesteit de keizer en zijn huis. Wie is de jonge man bij de keizer? De prins van Oranje.
Onze edel en grootmachtig heer de keizer heeft besloten afstand te doen van al zijn Nederlandse bezittingen en waardigheden en deze over te dragen aan zijn zoon Philips. Ik was pas 17 jaar. Reeds de last om uitgestrekte landen te besturen op mijn zwakke schouders werd gelegd. En steeds is die last zwaarder en drukkender geworden naarmate mijn heerschappij zich uitbreidde. Ik heb 9 reizen naar Duitsland gedaan, 6 naar Spanje, 4 naar Frankrijk, 7 naar Italië, 10 naar de Nederlanden, 2 naar Engeland en 2 naar de noordkust van Afrika. 11 maal ben ik over zee gevaren. Vermoeiende krijgstocht heb ik gemaakt. Belangrijke overwinningen behaald. Vele verbonden van vrede en vriendschap met andere volkeren gesloten. De bescherming van den godsdienst en den staat is steeds mijn doel geweest. In plaats van een zwak, ziekelijk man die reeds met 1 been in het graf staat, geef ik u een jong, wakker en kloek vorst die in staat is de last der regering te torsen. Ik bid u hem te gehoorzamen, onderling eendrachtig te zijn en in de ware leer standvastig te blijven. Ik trek mij thans terug in afzondering om mij geheel aan God te kunnen wijden. Maar mijn laatste wensen en gebeden zullen zijn voor het heil en het geluk der volkeren die eens mijn getrouwe onderdanen waren. Hendrik van Frankrijk, de nieuwe leer niet langer dood. Een geheime overeenkomst met uw vorst, Philips, is besloten. We zullen in beide landen, met kracht en geweld, de ketterij uitroeien. Daar uw koning, nu wij vrede sloten, zich naar Spanje begeeft, kan hij daar alles bespreken met de kerkelijke autoriteit. Thank you.
koning schrijft mij enige lieden verdacht van ketterij ter dood te doen brengen. Ik vind het mijn plicht eerder God dan de mens te gehoorzamen. Ik vraag u, waarschuw hen. Ik laat het aan uw zorg over dat ik bij het vertrek van een koning aanwezig moet zijn. Dictio Dei omnipotentis, pater et filius et spiritus sanctus descendet super te et maniat semper. Majesteit, bij uw vertrek naar Spanje moet ik u uit naam der Staten eerbiedig verzoeken het Spaanse krijgsvolk uit de Nederlanden te laten vertrekken. U hebt mijn plannen altijd gedwarsboomd. Ik breng u slechts de wensen der Staten. Niet de Staten, maar gij, gij, gij! Heeft zijn majesteit, Philips, heer der Nederlanden, bevolen dat de ketterij met de grootste gestrengheid moet worden bestreden. Heeft zijn majesteit bevolen, ter afschrikking voor alle ongelovigen, hun lichaam te martelen en tenslotte het leven te nemen, ter wille van hun hemelse zaligheid. Heeft hij tenslotte besloten, al hun goederen, roerend of onroerend, verbeurd te verklaren. En alle nabestaanden, vrouwen zowel als kinderen, uit het heilige kerkverband te stoten, om te verzoenen den smaad dit goddelijk instrument aangedaan. Schuldig. Wat is mijn schuld? Mijn geweten. Hebt geen zorg voor uw geweten, vriend. De hemel zal zo mogelijk uw onschuld lonen. Hij meent, heren? Ja, schuldig. Amanda, paraka! Avante, wel porno! Sacramento! Het is thans tijd ronduit te spreken en niet te verbloemen. Want de toestand waarin dit land gewacht is, kan niet langer voortduren. De koning dwaalt als hij meent dat Nederland te midden van de landen waar godsdienstvrijheid bestaat, nog langer de bloedige plakaten verdragen kan. Hoezeer ik aan het Roomse geloof gehecht ben, ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen heersen en hun de vrijheid van godsdienst en geloof ontnemen. En heeft zijn majesteit Philips, koning van Spanje, bevolen dat met grotere gestrengheid de zin der plakaten wordt uitgevoerd. Als enige verzachting wordt bevolen de vonnissen in verborgenheid uit te spreken. En in het geheim dusdanig uit te voeren dat het gerucht erover een ieder met afschrik vervult.
eerst betuigen wij onze getrouwheid in de dienst van een koning. Wij zijn van mening dat gewicht der zaken vereist dat iemand naar zijn majesteit wordt gezonden om hem zeer ootmoedig te smeken dat hij orde daarop wil stellen voor nu en voor altoos door het herroepen der plakkaat. Wij bidden u al de rechtsplegingen der inquisitie en uitvoering der plakkaten op te schorten, terwijl u de koning daarvan kennis geeft. Mogen uw hoogheid er maar horen, voor ander kwaad geschiet. Gij zult dan goed. Mevrouw, kan het zijn dat uw hoogheid bevreesd is? Ce ne sont que des gueux. Ik zal uw smeekschrift onderzoeken en beantwoorden. Mevrouw, dit zijn geen samenzweerders, maar edelieden die de geest van dit land kennen en wier smeekschrift overweging verdient. In de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes. Amen. Ik heet u allen welkom. Wij zullen zingen uit Psalm 89, het zevende vers. Welzalig is dat volk dat hem in u verblijft. Welzalig is dat volk dat hem in u verblijft. Welzalig is dat volk dat hem in u verblijft. Welzalig is voor het zijn die hem tot alle vrijt. In dit nieuwe zand schijnt zullen ze gaan al samen en hem verheugen in. Van mijn vader. Ik zweer dat het hen duur te staan zal komen. Alba! Alba! Alba!
om het geloof, maar om onbeperkte heerschappij. En de Staten? En gij, Egmond? Ik blijf mijn plicht getrouw. Ik twijfel niet aan koningsrechtvaardigheid. De toestand is hachelijk. Er is verraad gepleegd. Deze brieven bewijzen het. De koning schreef ze aan de landvoerdes. Oranje, Hoorn en Egmond moeten worden aangemerkt als de aanstoker der Nederlandse beroerten, waardoor 's konings eer en de dienst van God verkort is. Men toonde hen echter een goed gelaat om hen te gelegener tijd te straffen. Raad! Gaat gij naar de landvoerdes? Ik wens hier uitsluitsel. Uitsluitsel? Je moet geweld gebruikt. Bedoel uw woorden. Ga te ver. Te ver. Zijt ge toch verplicht in deze tijden hier te blijven? Ik acht mij van al deze lasten bevrijd. Ik voel er niets voor om te dienen voor een koning als mikpunt. Wat u betreft, Egmond, uw toekomst vrees ik. God geve dat ik mij bedrieg. Adieu, prins zonder land. Adieu. Graaf zonder hoofd. Thank you.
gij, La Moraal van Egmond, u een vorst bedrogen hebt, dat gij het verbond der edelen begunstigde, dat gij de Roomse godsdienst verraden, althans verwaarloosd hebt, dat gij tezamen met den prins van Oranje tracht het koninklijk gezag omver te werpen en uzelf de regering in handen te spelen. Dus spreken wij het oordeel uit dat gij in de vroegte van een komende morgen op de markt gevoerd tot waarschuwing van alle verraders met het zwaard ter dood wordt gebracht. Gegeven te Brussel, Philips, koning van Spanje, heer der Nederlanden. Dat is een streng oordeel. Zo erg meende ik zijn majesteit niet beledigd te hebben. Blijft mijn vonnis gehandhaafd. Er wordt veel geld geboden, moeder. We zijn vol zorg, Willem. Ik vrees dat de overdaad in mijn vroegere jaren veel schuld bij mijn toekomst heeft achtergelaten. Zo'n schuld is niet groot in Gods ogen. Ik hoop het. Meer kan ik niet. En je verlangt nog meer dan een goed vertrouwen in je zaak? Nee, moeder. Ik sta alleen met mijn plicht. Twee legermachten rukken de Nederlanden binnen. Eén in het noorden onder Lodewijks bevel en één in het zuiden onder mijn bevel. Zij mogen de steun mij geven Alva te bestrijden en het volk de vrijheid te verzekeren die het behoeft. Heb je geen vrees, Willem? Vrees? Nee, moeder. En je broer, ze gaan dus allen mee? Allen. Zo dadelijk verzamelen wij. Ik dank God voor de moed die hij mijn zonen gegeven heeft. Ik word geroepen, moeder. Vaarwel.
geld voldoen. We hebben alles verkocht. Goud, zilver en edelstenen. Voor de vrijheid is ons huis leeggehaald. Wij zijn platzak voor de vrijheid. Geuzen voor de vrijheid. Is alles gereed? De laatste bevelen zijn uitgevoerd. Uitstekend. Zo woont een jonkvrouw fijn, die mij zo wel bevallen. Rijk op, mocht ik haar dienaar zijn, ik zou dus ze met die voeren. Zoals het gaan moet. Het geld ontbreekt ons. Is het graaf Lodewijk mogelijk in het noorden stand te houden? Ik verwacht een bode. Zijn overwinning bij Heiligerlee gaf moed. Maar wat brengt de toekomst?
alles verloren. Neem de kuiten, man. De geuzen zijn hier meer dan genade geweest, prins. Wat doen die boeven in de bril? Je tong uitsnijden. Burgemeester, heren, de geuzen zijn er. Mijn heren, gehoord het. Ik zei het al. Blijft ons goed gespaard? Dat kan je denken. Bid om uw leven. Onze toestand is hachelijk. Maar met hoeveel zijn ze? 5000. Hier valt niet meer te besluiten. En daarom stel ik u voor dat wij... Vertrouwen uw goedheid en hopen dat de bril gespaard mag blijven. De Reslang, steek de rommel in brand. Geen denken aan de bril van een prins.
onze koeien zullen toch niet verdrinken? Die koeien van jou, die zullen we wel opvreten. De Spanjolen bij Leiden zullen wel natte voeten krijgen. Ja, als maar de wind het westen komt. Het geeft ons allemaal niets. De Spanjolen blijven in de schansen. De wind blijft oost. Hé, hey, hé! Hey! Naar de burgemeester! Naar de burgemeester! Niet breken, maar kan mijn lichaam dienen. Deelt het met elkander. Moed, burgers! De wind zal draaien! Ja, ja, de wind zal draaien! U is alleen, hoogheid. Ik ben ziek van meer op. Houdt Leiden stand? Nog steeds, hoogheid. Alles is toch gereed? Alles, hoogheid. Geduld dan. Geduld. Ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus, voici votre Dieu. Car il arrivera le jour que l'Éternel fera cesser ton travail, ton tourment et la dure servitude sous laquelle on t'aura servi. Car il est la force du chétif, la force du misérable en sa détresse, le refuge contre le débordement. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous délivrera. Ainsi soit-il. Leiden ontzet. Thank you.
onze jeugd gaat al in rechte baan. Met Spaanse tirannie is het voorgoed gedaan. De Olympus zelf juicht mee, is hoogelijk verblijd. Nu deze benauwde stad van slavenjuk bevrijdt. En ik, Minerva, zie tot mijn bijzondere vreugd, gemengeld onder één de wijsheid en de deugd. Waar gij voor deze stad, die nimmer heeft gezwicht, een hogeschool tot dank voor eeuwen hebt gesticht. Staten der Verenigde Provincie. Wij, Staten der Verenigde Provincie, weren openlijk u, Philips van Spanje, als heer over deze gewesten af, daar God niet de onderdanen ten behoeven van den vorst geschapen heeft, maar de vorst ten dienste van zijn onderdaan, gelijk bij de schapen ten herder. Wij verlaten uw wetten en uw munt en uw wapen en wij zweren elkander trouw te zullen zijn tegen u, Philips, koning van Spanje. Alsof deze provinciën slechts één provincie waren. Kan de prins mij ontvangen? Wie bent u? François Guillon. Ik heb een belangrijk bericht. Wacht even. Had ge een voorspoedige reis? Ik dank u, monseigneur. En ge had niet veel oponthoud? Nee, monseigneur. Ik ontmoette wel veel krijgsvolk, maar de rust keert langzaam weer. Het volk vindt steun, zoals wij allen, bij het goede geloof. Dat is dus alles. Uw goedheid, monseigneur. Vader,
Burgemeester Ulenborg wacht u. Ik kom. Moord. Alles is in voorbereiding voor uw huldiging. Er zijn veel vreemdelingen in de stad. Ondanks deze zorg ben ik beangst. Zijn hoogheid wordt goed beschermd, mevrouw. Dat God mijn broer behoeft. Aan. Vergeef mij, burgemeester. Ik werd opgehouden. Ik weet dat er grote zorg is voor ons welzijn, monseigneur. Louise. Maakt onze jongen het goed? Prins Frederik Hendrik ziet er blozend uit. Laat ons aan tafel gaan. Ik zou gaarne Leeuwarden komen bezoeken, burgemeester. Maar mijn bezigheden hier. Wat verlangt u? Een paspoort, monseigneur. Dat zal voor u gereed gemaakt worden. Wie was dat? Een boodschapper. Wat een ongunstig uiterlijk heeft die man. Heer, zegen deze spijs en drank. Amen. De prins verwacht me. De ontvangst was feestelijk en de stemming onder de bevolking bevredigde mij volkomen. En de leden van de staten? Zuinig als altijd. Krenteren. Stil, zo erg is het niet. Het zijn kooplieden, dus voorzichtig. Men bood mij een grote som, doch het was niet voldoende. Hoogheid, een lid van de staten wenst u te spreken over een dringende aangelegenheid. U wilt mij wel verontschuldigen, burgemeester. Ik hoop spoedig terug te zijn. Kan uw verblijf in Delft van langere duur zijn? Mijn God, erbarm u over mij en over dit arme volk.